Lisette Teunissen, deze Nederlandse kampioenschappen, dat is voor jou een recordregenkampioenschap. Ja, het gaat inderdaad stukken beter dan ik had verwacht. Ja. In hoeverre heb je hierop echt voorbereid? We zijn nu een aantal weken alweer bezig met trainen na de zomerstop. En ik heb mijn krachttrainingen wat uitgebreid en het trainen gaat gewoon erg lekker nu. En we hebben er hier naartoe geleefd met een beetje een rustperiode ervoor. En nu om hier helemaal uitgerust aan start te staan. En het gaat echt, ik moet zeggen, beter dan verwacht. Dus dik te beter. Rugslag, vrije slag, wat is eigenlijk je favoriete nummer? Ja, de 50 rugslag is mijn favoriete nummer. En ik ga in Rio ook voor de 100 vrij. Dus daar ben ik ook nu heel hard op extra aan het trainen. Maar bijvoorbeeld niet de 200 vrij? Of staat die niet op jullie programma? Nee, die staat niet op mijn programma in Rio. Dus, maar ja, hij is altijd natuurlijk goed voor de 100 vrij. Dus ik blijf hem wel gewoon goed op trainen en lekker zwemmen. Rio is natuurlijk, daar gaat het om dit jaar. Is het voor jullie niet een vreselijk lang seizoen? Want het is pas begin september. Ja, het is een vreselijk lang seizoen. Maar ja, daardoor ook heel veel tijd om je daar volop op voor te bereiden. En dat zijn we nu allemaal aan het doen. Als je 29 jaar bent, wat is dan voor jou de drijfveer om te blijven zwemmen? Het winnen. Ik ga echt voor het winnen. En ik vind het trainen gewoon ook nog heel erg leuk. En dat ik dan ook nog steeds goede resultaten haal. Dat ik meetel met de wereldtop. Of de wereldtop ben. En dat de rest van de zwemmers allemaal achter mij aan zitten om mij te pakken. Ja, dat geeft een kick. En die wil ik zo lang mogelijk achter me houden. Dus zolang dat lukt, blijf ik erg plezier in hebben. En wil ik ook zo lang mogelijk doorgaan.